Joost, een leuke avond volgens mij met een hele energieke optreden van jou. Ja, ik dacht ik doe even mijn best. Ik was heel erg braak toen ik hier aankwam, want ik was gisteren op het echte boekenbal en ik was vanmiddag in Radio Opium van Radio 1. Dus ik had al een heleboel erop zitten, dus ik dacht ik moet wel even wat energieks doen, anders val ik in slaap bij mijn eigen gedichten. En dat ging goed, dus... Als je nou een gedicht moet maken van deze avond, van de sfeer, van de emotie, van de mensen die er zijn, wat zou dan een gedicht zijn of de woorden zijn die je zou willen gebruiken? Nou, ik wil dan een enorm lange lijst maken met alle belangrijke literaire mensen hier in Groningen die er niet zijn. Want dat kan natuurlijk niet dat ze er niet zijn en dat moet dan hier ook aan de muur worden opgehangen. En dan, als ze dan, moet het, dan weten ze tenminste dat ze volgend jaar erbij moeten zijn. Maar dat wil ik dan presenteren als gedicht en dan ook oplezen als gedicht. Doe eens een voorzetje. Nee, ja. Dan krijg ik direct een heleboel op mijn dak morgen. Maar ja, ik denk dat het wel kan. Maar er zijn een paar mensen die je toch wel hier zou verwachten. Die er niet zijn en dat is jammer. Als je een paar woorden moet noemen over deze avond. Wat zijn dan de woorden die in jou opkomen? Welke dichterlijke woorden komen dan in jou op? Bier en brakheid en ik moet roken en wat een gezellige mensen. En wat lief toch van Maurice dat hij dit heeft georganiseerd. Maar dat is niet zo dichterlijk. En wat nog meer? Ja, vooral ik wil roken is vooral belangrijk. Want dat vind ik heel jammer, dat het wel georganiseerd wordt in de Woldhoorn. Wat echt zo'n mooi half jaren 50 kroeg is. Maar je mag niet binnen roken. Als er echt een uitzonderlijk boekenbal als alternatief georganiseerd wordt, dan moet het boekenbal waar je wel mag roken heten. Dankjewel. Oh, dit was het alweer? Oké, dankjewel.